Zij die het beter zouden doen, hebben hulp nodig, maar willen zij wel geholpen worden? Een handreiking voor een nationaal dialoog lijkt namelijk vooralsnog afgeslagen te zijn. De NDP-fractie heeft zich in juni 2021 onthouden van stemmen bij de doorvoering van het IMF-recept. Onthouden onder de voorwaarde dat de regering huiswerk meenam om een bevredigende invulling te geven aan het sociaal deel van hun herstelplan. Het sociaal deel dat tot toen heel zwak tot uiting kwam. Vandaag, mei 2022, constateren wij, evenals vele externe deskundigen, dat er nog steeds geen adequaat sociaal vangnet ingesteld is voor de diverse kwetsbare groepen, wel losse maatregelen ter versterking van de koopkracht van slechts bepaalde groepen zoals de ambtenaren en AOV'ers en de willekeurige verdeling van pakketten. Dagelijks ervaart ons volk aan den lijve de diepe sociaal-economische crisis. Maar volgens de president zijn wij al uit de crisis. Terwijl het programma van het IMF met volle vaart wordt uitgevoerd, met nog een resterende lening die genomen moet worden van bijkans een $500 miljard, zonder één investeringsproject. We hebben dus nog vele tranches aan leningen te gaan. Volgens het programma van de regering en mogen wij bij elke tranche weer nieuwe eisen verwachten van het IMF, die druk zullen leggen op onze gemeenschap. De Wereldbank projecteert juist een toename van armoede 9%, maar er schijnt geen aandacht daarvoor te zijn. Voorzitter, kan de regering ons aangeven of zij nog steeds gelooft dat de crisis voorbij is?